uitgeput en we hebben meegedanst. Dat kun je horen aan mijn adem. Zo, even rustig. Na dit geweldige optreden gaan we door met een gevoelig liedje van Wit-Rusland. De 13-jarige Lydia zingt Angeli Dobra, dat goede engelen betekent. Ze schreef dit liedje naar aanleiding van de afschuwelijke bomaanslag in de metro van Minsk vorig jaar. Een indrukwekkend nummer dat door haar met veel gevoel gezongen wordt. Lydia was altijd al een grote fan van het Junior Eurovisie Songfestival. En ze mag vanavond ook meedoen en is bijzonder trots. Haar droom is uitgekomen. Ze wordt geassisteerd door haar violisten Anastasia en Filip. Een indrukwekkend liedje. Lydia uit Wit-Rusland. Rusland, Lydia. Een liedje waarin ze vroeg of de engelen bij haar wilden blijven en haar land om de wereld te beschermen. En dat is volgens mij gelukt. Indrukwekkende inzending van...